Burgemeester Lisbeth Spies, we spreken elkaar nu op woensdagmiddag. Gisteravond heeft u overleg gehad met het regionaal beleidsteam. Ja. Naar aanleiding van de coronapersconferentie van maandagavond van premier Rutte en minister Hugo de Jonge. Is er nog uitgekomen dat er regionaal extra maatregelen getroffen gaan worden ten opzichte van wat maandagavond door de premier is verteld? Nee, we hebben met elkaar gedeeld als burgemeesters in Hollands Midden. En dan praat je dus van de Krimpenerwaard tot aan de kust. Eigenlijk in alle gemeenten het aantal besmettingen stevig oploopt. Natuurlijk zijn er uitschieters naar boven toe en naar beneden toe. Dus de urgentie en de ernst van de situatie is ook in Hollands Midden voluit aan de orde. We zitten natuurlijk ook tussen de echte grote stijgers Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dus wij hebben afgesproken dat het pakket zoals dat door het kabinet bekend is gemaakt maandagavond in de persconferentie en vastgelegd is in de aanwijzing die we dinsdag hebben ontvangen, ook het pakket wordt voor Hollands Midden. En waarom is dat in uw ogen en in jullie ogen afdoende? Omdat het effectief erop gericht is om mensen weer echt stevig wakker te schudden. Thuiswerken, weer echt veel meer nadruk te geven. In de horeca een aantal maatregelen te treffen. Bij de sport een aantal maatregelen te treffen. En tegelijkertijd, en dat zie je ook een beetje als rode draad door die aanwijzing heen. Waar mogelijk de economie te ontlasten. Waar mogelijk het onderwijs regulier doorgang te kunnen laten vinden. En de kwetsbare groepen zoveel mogelijk te ontzien. En als je in dat totaalpakket kijkt, dan zie je ook wel dat dit maatregelenpakket ook wel op draagvlak bij burgemeesters, maar ook wel in de samenleving kan rekenen. U geeft ook aan, we zitten er eigenlijk precies middenin. Bent u niet bang omdat er in Haaglanden, in Amsterdam, Amsteland en in Rotterdam, Rijnmond extra maatregelen van kracht zijn, dat juist die mensen die dat willen ontlopen naar Hollands Midden gaan komen? Nou ja, ook voor deze regio's Amsterdam, Rotterdam en Den Haag geldt dat de aanwijzing geldt zoals die ook voor Hollands Midden geldt. Hè. Dus er ligt een behoorlijke bodem in datgene wat we met elkaar en in heel Nederland weer proberen voor elkaar te krijgen. Die uniformiteit is denk ik heel helder en is heel goed. En de maatregelen die de andere drie daarbovenop nog nemen zijn meer in de adviserende zin dan dat dat ook verplichtende maatregelen zijn. Want dan praat je bijvoorbeeld over mondkapjes. En ja, daarvan geldt nog steeds dat het RIVM, de GGD'en zeggen, het nut en noodzaak van die mondkapjes in de openbare ruimte, in winkels, is nog steeds niet vastgesteld. En wij hebben dan ook in Hollands Midden afgesproken dat we daar geen strakke adviezen aanvullend op het bestaande maatregelenpakket voor gaan geven.